Hoe groot is God? Hoog verheven in macht, majestueus boven alles wat bestaat. Hij schiep alles door zijn woord. De hemelen vertellen over zijn grootheid. Het uitspansel roemt het werk van zijn handen. Alles wat God maakte was goed. Alles liet zijn grootheid, goedheid en macht zien. God schiep alle verschillende plantensoorten en alle verschillende diersoorten. Toen vormde hij de eerste mens uit het stof. Hij blies de levensadem in zijn neusgaten en gaf hem leven. De eerste mens werd Adam genoemd. Toen nam God een van Adams ribben weg en vormde daaruit een vrouw om Adams vrouw en metgezel te worden. Zij werd Eva genoemd. God schiep de man en de vrouw als zijn evenbeeld. Daardoor konden ze van een intieme omgang met hem genieten. Ze leefden gelukkig in zijn tegenwoordigheid, in een prachtige tuin, speciaal voor hen Eden genaamd. Er was geen lijden en geen dood. God zei tegen Adam, je mag de vruchten van alle bomen eten, behalve van één. Als je de vrucht van die boom eet, zul je sterven. Maar op een dag verleidde de duivel Eva. Ze plukte de vrucht en at ervan. En haar man at er ook van. Ze deed dit omdat ze de duivel geloofde in plaats van God. Daardoor kwam er een breuk in hun relatie met God. Want God is heilig. En zondaars kunnen niet in zijn tegenwoordigheid leven. God moest Adam en Eva verbannen uit de tuin van Eden. Door hun ongehoorzaamheid was er pijn en dood in de wereld gekomen, waar Adam en Eva en al hun nakomelingen onder zouden lijden. God, zo vol van liefde, wilde die intieme omgang tussen hem en Adam en Eva en hun nakomelingen herstellen. Opdat ze weer zouden kunnen leven met hem in zijn koninkrijk voor altijd. In zijn woord maakt God zijn plan duidelijk om de mensen te redden van de straf die ze verdienen. Om de zonde en de schande te verwijderen en hen terug te brengen in die speciale relatie met hemzelf. God maakte een deel van het plan bekend aan de profeet Abraham. Abraham vertrouwde God en vereerde hem. God beloofde hem te zegenen en door hem de mensen van alle volken te zegenen. Hij beloofde hem veel nakomelingen, zoveel als er zandkorrels aan het strand van de zee zijn en sterren aan de hemel. Abraham vertrouwde God. Daarom rekende God Abraham tot een van zijn rechtvaardige dienaren en noemde hij hem vriend van God. Op een dag beproefde God Abraham om te zien of hij hem echt vertrouwde en zijn opdrachten zou gehoorzamen. Hij zei, Abraham, neem je zoon en offer hem. Abraham wist dat God had beloofd hem door deze zoon, zijn enige en geliefde, veel nakomelingen te geven. Toch vertrouwde hij God en gehoorzaamde hem. Daarom bereidde hij alles voor om zijn zoon te doden en als een offer aan God te geven. Abraham hief zijn mes omhoog, maar God zei, Abraham, doe de jongen geen kwaad. Nu weet ik dat je ontzag voor mij hebt en mij wilt gehoorzamen. Toen zag Abraham vlakbij een ram die met zijn horens verward zat in de struiken. God had voorzien in de ram. Abraham nam het dier en offerde dat aan God in plaats van zijn zoon. Toen God in zijn liefde en genade voorzag in een ram dat als offer stierf in plaats van Abrahams zoon, liet hij Abraham zien hoe groot zijn liefde voor de mensen is. Zijn liefde kun je vergelijken met de liefde van een goede vader voor zijn zoon. Door deze gebeurtenis liet God zien dat hij zou voorzien in een offer voor de mensen. God vol liefde openbaarde in zijn woord in de profeten dat hij een persoon zonder zonde zou sturen om te sterven in plaats van Adams nakomelingen.
Zijn bloed zou hun zonde wegwassen. Door dit grote offer zou hij de weg openen voor alle die in hem geloven om voor altijd in vrede met God te leven. De profeten noemen deze persoon de Messias. Ze zeiden dat God de Messias stuurt om de mensen te redden en dat hij voor altijd als hun koning zal regeren in Gods naam. Honderden jaren voordat hij kwam, vertelden de profeten wat de Messias zou doen en wat er met hem zou gebeuren. De profeet David zei dat God tegen de Messias zou zeggen: "Jij bent mijn zoon." De profeten bedoelden niet zoon uit een biologische vader, God verhoede dat, want Gods woord zegt dat hij het eeuwige woord van God is. God stuurde hem. Hij werd geboren uit de maagd Maria als een mens. De profeten gebruikten de titel Zoon van God om de intieme relatie van de Messias met God te omschrijven en zijn taak als redder en koning. De profeet zei: "Een maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren." De profeten schreven ook dat de Messias zou worden geboren in Bethlehem en dat hij als hun koning op een ezel Jeruzalem zou binnenrijden. Ze schreven ook dat een goede vriend hem zou verraden voor 30 stukken zilver. De profeten zeiden dat de Messias zijn leven zou offeren, maar dat God hem uit de dood zou opwekken op de derde dag. De profeten noemden de Messias Mensenzoon en zeiden dat hij terug zou keren naar God in de hemel en dat God hem macht zou geven over alle volken voor eeuwig. Tweeduizend jaar geleden werd er een mens op deze wereld geboren. Zijn naam was Jezus. Toen de mensen de dingen zagen die hij deed, vroegen ze zich af: is hij de Messias? Komt het leven van Jezus overeen met wat de profeten hebben voorzegd over de Messias? Deze film laat zien wie Jezus is en vertelt iets over de dingen die hij zei en deed, zoals het geschreven is in Gods woord. In deze film speelt een acteur de rol van Jezus. Geen enkel mens is het waard om de rol van Jezus te spelen, maar deze film is gemaakt om mensen over het leven van Jezus te vertellen, zodat zij de zegeningen kunnen ontvangen die God heeft beloofd. Ik schrijf u, hooggeachte Theophilus, over alles wat hier gebeurd is. Ik ben alles vanaf het begin nauwkeurig nagegaan, zodat u de volle waarheid krijgt te horen. Toen Augustus keizer van Rome en Herodes koning van Judea was, zond God de engel Gabriël naar een meisje in de stad Nazareth. Het meisje was maagd en heette Maria. Wees niet bang, Maria. Je bent bevoorrecht door God. Je zult zwanger worden en een zoon baren. En zijn naam zal Jezus zijn. Maar hoe zal dat gaan? Ik ben nog maagd. De Heilige Geest zal over je komen. En Gods kracht zal als een schaduw over je zijn. Daarom zal dit heilige kind zoon genoemd worden. Zoon van de Allerhoogste God. En Maria reisde naar een stad in Judea, naar haar nicht Elisabeth, die ook zwanger was door een wonder van God. Elisabeth! Maria? Mijn nichtje Maria! Jij bent het meest gezegend van alle vrouwen. Gezegend is het kind dat je draagt. Want meteen toen ik je goed hoorde, sprong de baby in mijn schoot op van vreugde. Mijn ziel prijst en looft de Heer. En mijn hart juicht om God, mijn redder, Elisabeth. Vanaf nu zullen alle geslachten mij gelukkig prijzen. Mannen van Nazareth. Keizer Augustus heeft bevolen dat er een volkstelling moet plaatsvinden van alle inwoners van Galilea en Judea. Iedereen moet zich laten registreren in de stad of het dorp waar zijn voorouders vandaan komen.
Maria en Jozef, haar aanstaande man, gingen naar Bethlehem in Judea om zich te laten inschrijven. Maar er was nergens plaats voor hen in Bethlehem. Het enige onderdak dat ze konden vinden was een stal. Niet ver daar vandaan hielden herders 's nachts de wacht bij hun kudde. Plotseling verscheen er een engel van God en stonden ze in Gods stralende licht. Deze dag is in de stad van David jullie redder geboren. De Messias, de Heer. De herders gingen snel op weg om het pasgeboren babytje te zien. Ze waren de eerste die het goede nieuws vertelden over de geboorte van de redder en zijn moeder die maagd was. Acht dagen later werd de baby besneden. Hij kreeg de naam Jezus. Jozef en Maria namen hem mee naar de tempel in Jeruzalem om hem aan de Heer toe te wijden. In de tempel was een oprecht en vroom man. De Heilige Geest had hem gezegd dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias zou hebben gezien. Zijn naam was Simeon. Nu kan uw dienaar, Heer, in vrede sterven, zoals u dat hebt beloofd. Mijn ogen hebben uw redding gezien. Dit kind is door God gegeven. Mogen God jullie zegenen. Toen ze alles hadden gedaan volgens de wet van Mozes, verlieten ze Jeruzalem en gingen terug naar Nazareth. Toen Jezus 12 jaar was, namen Jozef en Maria hem mee naar Jeruzalem voor het Pesachfeest. Maar toen ze op de terugweg dachten dat de jongen bij hen was, bleef Jezus in Jeruzalem achter. Ze keerden terug naar de stad om hem te zoeken. Na 3 dagen vonden ze hem in de tempel tussen de rabbies en de oudsten. Van wie is hij een zoon? Hij stelt goede vragen. Hij komt uit Nazareth. We dachten dat hij met ons mee was gegaan. Vergeef hem zijn enthousiasme. Alle die hem hoorden stonden versteld. Kind, wat doe je ons aan? We maakten ons zorgen. We konden je nergens vinden. Waarom hebt u naar me gezocht? Wist u dan niet dat ik me moet verdiepen in de dingen van mijn vader? Hij reisde met hen terug. Hij groeide op en werd steeds wijzer en steeds meer geliefd bij God en de mensen. In het 15e jaar van de regering van keizer Tiberius was Pontius Pilatus landvoogd over Judea, Herodes regeerde in Galilea en Annas en Caiaphas waren hoge priester. God sprak tot Johannes de Doper in de woestijn. Johannes verkondigde in de hele Jordaanstreek de doop van bekering en vergeving van zonden. Stop met zondigen! Laat u dopen en God zal uw zonden vergeven! Zoals het geschreven staat in het boek van de profeet Jesaja. Luid klinkt een stem in de woestijn. Maak de weg klaar voor de Heer. Baan een recht pad waarover hij kan gaan. Laat elke vallei verhoogd worden. En elke berg en heuvel verlaagd. Laat ruig land vlak worden. En rotsige hellingen, rustige dalen.
en het hele mensdom zal Gods redding zien. Wat moeten we doen? Ja, zeg ons wat Gods we moeten doen. Gods koninkrijk zal komen. Precies, wat moeten we doen? Help ons, hoe moeten we leven? Luister, wie twee stel kleren heeft, moet delen met hij die niets heeft. En wie eten heeft, moet ervan delen. Meester, wij zijn belastinginners. Wat moeten we doen? Vorderen niet meer dan wettelijk is toegestaan. En wij dan? Wat moeten wij doen? Jullie mogen niemand geld afpersen. En niemand voor geld vals beschuldigen. Wees tevreden met je soldij. Zeg ons, bent u de Messias? Ik doop jullie met water. Maar er komt iemand die veel belangrijker is dan ik. Ik ben het zelfs niet waard om de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur. Hij zal het kaf van het koren scheiden. Het kaf verbranden en het koren verzamelen in zijn schuur. En de Heilige Geest daalde op Jezus neer in de gedaante van een duif. Er klonk een stem uit de hemel. Jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik vreugde. Jezus begon zijn verkondiging toen hij ongeveer 30 jaar was. Vol van de Heilige Geest trok hij weg van de Jordaan en de Geest leidde hem naar de woestijn waar hij 40 dagen door de duivel werd verleid. Al die tijd at hij niets. De duivel zei tegen hem: als je Gods zoon bent, beveel die steen dan in een brood te veranderen. Gods woord zegt: een mens leeft niet alleen van brood, maar van ieder woord dat God spreekt. Toen liet de duivel hem in één ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. Ik zal je alle macht, eer en rijkdom van de wereld geven. Alles is in mijn handen en ik kan het geven aan wie ik verkies. Dit is allemaal van jou als je mij aanbidt. Gods woord zegt: aanbid alleen de Heer je God. Alleen hem zul je dienen. Toen bracht de duivel hem naar Jeruzalem, naar het hoogste punt van de tempel. Als jij Gods zoon bent, spring dan naar beneden. Gods woord zegt toch, hij zal zijn engelen sturen om je te beschermen. En ook, ze zullen je op handen dragen, zodat je je voet zelfs niet aan een steen zult stoten. Gods woord zegt, ga niet te ver met uw God te beproeven. Thank you.
Jezus kwam aan in Nazareth, waar hij was opgegroeid. Hallo. Hallo. Het was zijn gewoonte om op Sabbat naar de synagoge te gaan. Men vroeg hem een gedeelte uit de profeet Jesaja voor te lezen. Luister, de geest van God is op mij. Hij heeft mij gekozen om goed nieuws aan armen te brengen. Hij stuurt me om gevangenen vrij te zetten en de blinden te laten zien. Om vrijheid te geven aan onderdrukten. En te verkondigen dat de tijd is gekomen dat de Heer zijn volk zal redden. Nou, hij weet het wel te vertellen. Vandaag is dit schriftwoord vervuld. Precies zoals het er staat. De schrift in vervulling? Die belofte kan alleen de Messias vervullen. Hoe kan dat? Natuurlijk zult u tegen me zeggen, dokter, genees u zelf. U zult ook tegen me zeggen, we hebben gehoord wat u in Kafarnaum deed. Doe dat hier in uw vaderstad. Maar ik zeg u dit, geen enkele profeet is welkom in zijn eigen stad. Ze waren van plan hem in de afgrond te duwen, maar hij liep midden tussen hen door en vertrok. Hij ging naar Kafarnaüm, een stad in Galilea. De Romeinse bezetting was overal merkbaar. De mensen verlangden naar de Messias, die hen zou bevrijden van deze overheersing. Shalom. Hetzelfde, meester. Kan de boot me dragen, Simon? Oh, waarom niet? Hij gaat toch nu al niet weg? Vertel ons meer. Vertel ons meer. Ja, spreek, hij moet ons meer vertellen. Jezus, we willen meer horen. Er gingen twee mensen naar de tempel om te bidden. De een was een farizeeër, de ander een belastinginner. De farizeeër was hoogmoedig en bad: ik dank u, God, dat ik niet roofzuchtig, oneerlijk of overspelig ben, zoals al die anderen. Ik dank u ook dat ik niet zo ben als die belastinginner daarginder. Ik vast 2 maal per week. Ik geef u 1/10 van al mijn inkomsten. De belastinginner stond op een afstand en durfde niet eens naar de hemel te kijken. Maar hij sloeg zich op de borst en zei: God, ik ben een zondaar, heb genade. Ik zeg u, het gebed van de belastinginner en niet van de farizeeër werd gehoord door God. Want wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Maar wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Vaar de boot een stuk die kant op, naar diep water. En laat daar je netten neer voor een goede vangst. O, meester, we hebben zo hard gewerkt de hele nacht. En we hebben niks gevangen.
Maar goed, als u het zegt, zal ik de netten neerlaten. Jacobus! Johannes! Jacobus! Johannes! Kom eens met jullie boot! We hebben hulp nodig! Het gaat niet! Ons net is te vol! Kijk uit dat je net niet scheurt! We moeten het niet overdrijven! Dat is genoeg! Dat is genoeg! Ga maar weg van mij, heer. Ik ben een slecht mens. Wees niet bang. Je wordt nu een visser van mensen. Kom bij mij. Hoor naar de woorden die ik spreek. Luister en je ziel zal leven. Zoek de Heer nu je hem nog vinden kunt. Roep tot hem. Hij is dichtbij. Als je goddeloos leeft, verlaat je slechte weg. Laat je verkeerde gedachten los en keer terug tot God. Hij zal zich over je ontfermen. Want hij is een vergevende en liefdevolle God. Je zult vreugde hebben en in vrede worden geleid. Hij komt. Hij komt. Kijk, hij komt eraan. Jezus. Jezus. Ik smeek u. Red mijn enige dochter. Heer, ontferm u. Ze is nog maar 12 jaar oud. Ze gaat dood. Alsjeblieft, ga met me mee. Ja, Iris, het spijt me zo. Jezus! Je dochter is gestorven. Laat de meester maar met rust. Wees niet bang. Geloof alleen en het komt goed. Huil maar niet. Ze is niet dood, ze slaapt alleen maar. Meisje, sta op. Geef haar iets te eten. Beloof me. Zeg tegen niemand wat hier is gebeurd. Daarna zag hij een belastinginner zitten die Levi heette. Hij zat bij het tolhuis belasting te innen. Volg mij.
Jezus ging de berg op om tot God te bidden. Hij bracht de hele nacht door in gebed. Toen het dag werd, koos hij uit zijn leerlingen 12 mannen die hij apostelen noemde. Simon, die hij ook Petrus noemde. Andreas, zijn broer. Jacobus. Johannes. Filippus. Bartholomeus. Matthäus. En Thomas. Jacobus, de zoon van Alfeus. Simon de ijveraar. Judas, de zoon van Jacobus. En Judas Iscariot, die Jezus later zou verraden. Gelukkig jullie armen, voor jullie is Gods koninkrijk. Gelukkig jullie hongerigen, je wordt verzadigd. Gelukkig wie nu huilt, want je zult lachen. Gelukkig ben je als ze je haten, afwijzen, beledigen en slecht over je praten, alleen maar omdat je de Zoon des Mensen volgt. Wees blij als je dat overkomt, dans van vreugde, want dan wacht je een grote beloning in de hemel. Vroeger hebben ze de profeten net zo behandeld. Zestien, zeventien, achttien, negentien, twintig. Meer heb ik niet. Wat bedoel je met meer heb Wee ik niet? Wee jullie die nu rijk zijn. Jullie hebben je deel al gehad. Hij wil niet rijk zijn. Hij lijkt wel gek. En wee jullie die nu moeten lachen. Want je zult treuren en huilen. Wee jullie als ze alleen maar lovend over je spreken. Vroeger werd er lovend over de valse profeten gesproken. Maar jullie die echt naar mij luisteren, houd van je vijanden. Wees goed voor hen die je haten. Zegen wie je vervloeken. Bid voor wie je slecht behandelen. Als iemand je op de wang slaat, keer hem dan de andere wang ook toe. Als iemand je je jas afneemt, geef hem dan ook je shirt. Als iemand iets vraagt, geef dat dan. Als iemand jou iets afneemt, vraag het dan niet terug. Doe voor anderen wat je wilt dat ze ook voor jou zouden doen. Als je alleen maar houdt van hen die van jou houden, waarom zou je daarvoor dan beloond worden? De zondaren houden ook van hen die van hen houden. En als je goed bent voor hen die goed zijn voor jou, waarom zou je daarvoor dan beloond worden? Zelfs zondaren doen dat. Dat hij daar aanraakt. Dat hij met haar praat. Het is mogelijk. Oh.
Hou van je vijanden en wees goed voor hen. Leen en verwacht daar niets voor terug. En dan word je rijk beloond. Want je zult kinderen van de Allerhoogste God zijn. Want Hij is goed voor ondankbare en slechte mensen. Wees barmhartig, zoals je hemelse Vader barmhartig is. Red ons, Jezus! Oordeel niet, dan oordeelt niemand over jou. Veroordeel niet, dan veroordeelt niemand jou. Vergeef, dan wordt jou vergeven. Leid ons op uw weg, Heer. Geef, dan zal je gegeven worden. En je zult veel meer terugkrijgen dan je gaf. Een blinde kan toch geen blinde leiden? Als hij dat doet, vallen ze allebei in een kuil. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broer en let je totaal niet op de balk in je eigen oog? Leid ons, meester. We kunnen niet zonder u. Gezegend is de moeder die u gedragen en gevoed heeft. Meer gezegend zijn zij die het woord van God horen en gehoorzamen. Ik zou die man wel willen leren kennen. Denk je dat hij de Messias is? Deze farizeeër had Jezus uitgenodigd om bij hem thuis het maal te komen nuttigen. Vooruit, kinderen. Wegwezen nu. Je hebt me gehoord. Weg. Ze halen nog wel eens wat uit. Maar ja, dat doen kinderen. Wat doet zij nou weer hier? Ik heb echt geen idee. Weet hij, waar staat er in? Gaat ze aan de poort lopen? Wat? Ja, nou, ik zou mee konden zijn. Dan ga ik voor. Is ze aan het doen? Als deze man echt een profeet zou zijn, dan zou hij weten wat voor vrouw hem aanraakt. Hij zou weten wat voor zondig leven ze leidt. Ik weet wie deze vrouw is, Simon. Laat me je iets vertellen. Er waren twee mannen die geld aan iemand schuldig waren. De ene 500 zilveren munten en de andere 50. Geen van tweeën kon hem terugbetalen, dus schold hij hun schuld kwijt. Wie zal meer van hem houden? Ik neem aan degene die de grootste schuld had. Dat is juist. Zie je deze vrouw? Ik kwam hier binnen. Maar je gaf me geen water om mijn voeten te wassen. Zij heeft mijn voeten gewassen met haar tranen en ze afgedroogd met haar haar. Toen ik aankwam gaf je me geen kus. Maar zij kust mijn voeten al vanaf dat ik hier ben. Olijfolie voor mijn hoofd was er niet. Zij heeft mijn voeten gezalfd met parfum. Ik zeg je dus. Zij geeft zoveel liefde, omdat haar zoveel zonden vergeven zijn. Maar wie weinig is vergeven, geeft ook weinig liefde. Je zonden zijn je vergeven. Je geloof heeft je gered. Ga in vrede. En Jezus reisde rond en bracht overal het goede nieuws over het Koninkrijk van God. De 12 leerlingen reisden mee en een paar vrouwen die bevrijd waren van boze geest. Maria, die Magdalena werd genoemd. Johanna, de vrouw van Gusas, de rentmeester van Herodes. En Susanna.
De Romeinse overheerser Herodes gooide Johannes de Doper in de gevangenis omdat hij openlijk tegen hem had gezegd dat hij niet mocht trouwen met de vrouw van zijn broer. Luister, en toen we aankwamen bij de poort van Nain, kwam er net een begrafenisstoet uit. De dode was de enige zoon van de weduwe. Toen Jezus haar zag, stroomde zijn hart vol medelijden. Hij schoof het doodskleed opzij en zei: "Jongeman, ik zeg je, sta op." Dode man kwam overeind en Jezus gaf hem terug aan zijn moeder. Vraag hem, bent u degene waarvan God zei dat hij zou komen? Of moeten we toch wachten op iemand anders? Meester. Meester. Johannes de Doper wil weten of u degene bent die komen zou. Of moeten we wachten op iemand anders? Ga terug naar Johannes en vertel wat je hier ziet en hoort. Blinden kunnen zien, lammen kunnen lopen. Gelukkig zijn zij die niet twijfelen aan mij. Papa, til me eens op. Oh, tuurlijk. Op mijn schouder. Kun je het nu zien? Ja, ik kan Jezus zien. Een boer zaaide zaad in zijn akker. Terwijl hij het uitstrooide, viel er wat zaad op de weg dat werd vertrapt en door de vogels opgegeten. Er viel wat zaad op rotsige grond, maar toen de plantjes uitliepen, verdroogden ze door tekort aan water. Ook viel er zaad tussen de distels. En het zaad groeide op met de distels en werd verstikt. En er viel zaad in vruchtbare grond. De planten groeiden en droegen vrucht. Elk honderdvoudig. Meester, waarom vertelt u gelijkenissen als u in het openbaar spreekt? Jullie worden de geheimen van het koninkrijk van God toevertrouwd. Maar anderen horen het in gelijkenissen, zodat ze het zien zonder inzicht en horen zonder te begrijpen. Dit is wat de gelijkenis betekent. Het zaad is het woord van God. Het zaad dat op de weg viel, zijn zij die ernaar luisteren. Maar dan komt de duivel en neemt alles weg uit hun hart, omdat hij niet wil dat ze het woord geloven en worden gered. Het zaad op de rotsige grond zijn zij die het woord horen en het blij ontvangen. Maar het schiet geen wortel. Ze geloven voor een tijdje. Maar als ze getest worden, vallen ze af. Het zaad dat tussen de distels viel, staat voor hen die luisteren. Maar zorgen, rijkdom of leven voor je plezier verstikken alles, zodat ze geen vrucht dragen. En dan het zaad in de goede grond. Dat staat voor hen die luisteren met een goed en eerlijk hart. Ze houden vol tot ze vrucht dragen. Niemand ontsteekt een fakkel en bedekt dan het licht. Of zet hem onder het bed. Hij zet hem juist op een standaard. Zodat de mensen het licht zien als ze binnenkomen. Alles wat verborgen is, komt openbaar. En alles wat bedekt is, zal aan het licht komen. Let dus goed op hoe je luistert. Omdat als je hebt, je meer wordt gegeven. Maar als je niets hebt, wordt dat beetje wat je denkt te hebben weggenomen. Meester, uw moeders en broers staan buiten te wachten. Ze willen u spreken. Mijn moeder en broers zijn zij die Gods woord horen en gehoorzamen.
Op een dag stapte Jezus met zijn leerlingen in een boot en zei tegen hen: laten we naar de overkant van het meer varen. Maar tijdens het zeilen viel hij in slaap. Waar is jullie geloof? Ze zeilden verder naar Gadara, dat aan de andere kant van het meer van Galilea ligt. Jezus, Zoon van de Allerhoogste God. Wat wilt u van mij? Ik smeek u, doe me geen pijn. Wat is je naam? Legioen. Hier, wij smeken. Stuur ons niet naar de onderwereld. Geef ons toegang tot die kudde varkens. Hey! Kom terug! Stop! Stop! En de demonen gingen uit de man in de varkens. Wegwees hier! Jij opruier, laat ons! Ga weg van deze plaats! Laat ons, hoor je? Ga weg hier! Ik volg u waar u ook gaat. Laat me met u meegaan. Ga naar huis en vertel wat God voor je heeft gedaan. Jezus en zijn discipelen trokken zich terug in Bethsaida. Maar de mensen kwamen het te weten en volgden hem. Het werd steeds later in de middag. Meester,
Stuur de mensen naar huis, zodat ze nog tijd hebben om naar de dorpen en boerderijen te gaan. Voor wat eten en onderdak. Het is hier zo afgelegen. Jullie zouden ze te eten kunnen geven. Maar het enige dat we hebben zijn 5 broden en 2 vissen. Gezegend zijt gij, o Heere, onze God, koning van het heelal, die het brood voortbrengt uit de aarde. Ongelooflijk! Ja, ongelooflijk! Wie zeggen ze dat ik ben? Sommigen zeggen dat u Johannes de Doper bent. Anderen zeggen dat u Elia bent. En nog weer anderen zeggen dat u een van de oude profeten bent die weer tot leven is gekomen. En jullie? Wie ben ik volgens jullie? U bent Gods Messias. Vertel dit aan niemand. De zoon van de mensen zal lijden en afgewezen worden. En daarna gedood. Maar 3 dagen later zal hij weer tot leven komen. Wie van jullie wil mij volgen? Ik wil u wel volgen, meester. Maar eerst moet ik de boel thuis op orde brengen. Stel niet uit op morgen wat je nu kunt doen, anders ben je niet geschikt voor Gods koninkrijk. Als iemand mij wil volgen, moet hij zichzelf verloochenen. Elke dag zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven veilig wil stellen, zal het verliezen. En wie zijn leven zal verliezen om mij, zal het redden. Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar zijn eigen ziel verliest? Als iemand zich schaamt voor mij en voor wat ik leer. Voor zo iemand zal de Zoon des Mensen zich schamen als hij komt in zijn glorie. En de glorie van de Vader en de engelen. Ik verzeker je. Een aantal van jullie zal niet sterven voordat ze Gods koninkrijk hebben gezien. Jezus nam Petrus, Johannes en Jacobus met zich mee de berg op om te bidden.
Terwijl hij in gebed was, veranderde de aanblik van zijn gezicht. En zijn kleren werden stralend wit. Opeens stonden er twee mannen met hem te praten. Mozes en Elia waren verschenen in hemelse glorie. U zult Gods wil volbrengen. U zult sterven in Jeruzalem. Jacobus, Johannes. Toen ze weg wilden gaan, zei Petrus tegen Jezus: Meester, wat is het goed hier te zijn. We zetten 3 tenten op. 1 voor u. Terwijl Petrus praatte, dreef er een wolk over die hen helemaal omhulde. De leerlingen werden bang. Toen hoorden ze een stem uit de wolk zeggen: Dit is mijn zoon. Hem heb ik uitgekozen. Luister naar hem. Meester, meester, ik smeek u, help mijn zoon. Alsjeblieft, alsjeblieft, help hem. Hij is mijn enig kind. Ik heb uw leerlingen gesmeekt de boze geest uit te drijven. Maar ze konden het niet. O, jullie harde, ongelovige mensen. Hoe vaak maak ik dit nog mee en moet ik jullie verdragen? Breng je zoon hier. Bidden, net zoals Johannes zijn leerlingen leerde. Als jullie bidden, zeg dan: Onze Vader in de hemel, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, zoals in de hemel worden uw wil gedaan op aarde. Geef ons elke dag het brood dat we nodig hebben. En vergeef ons onze schuld, zoals ook wij een ieder vergeven die ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving. Red ons uit de greep van het kwaad. Vraag en er zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en de deur zal voor je opengaan. Want ieder die vraagt zal ontvangen. En wie zoekt zal vinden. En de deur zal opengaan voor iedereen die klopt. Welke vader onder jullie geeft aan zijn kind een slang als hij vraagt om een vis? Of een schorpioen als hij vraagt om een ei? Zo slecht als je bent, je weet het goede aan je kinderen te geven.
Hoeveel te meer zal de hemelse vader de Heilige Geest dan niet geven aan wie hem erom vragen? Ik zeg jullie, maak je geen zorgen over wat je zult eten. En ook niet over de kleding die je draagt. Want het leven is meer dan voedsel. En het lichaam is meer dan kleding. Let eens op de raven. Ze zaaien niet, oogsten niet en hebben geen voorraadschuur. Het is God die ze voedt. Hoeveel meer zijn jullie niet waard dan de vogels? Wie kan door bezorgd te zijn zijn levensduur verlengen? Als je zoiets kleins al niet kunt, maak je dan ook geen zorgen over de rest. Let eens op de lelies, hoe ze groeien. Zij kleden zichzelf niet. Maar zelfs koning Salomo in al zijn pracht ging niet gekleed als een van hen. Als God de wilde bloemen die zo kort bloeien al met zoveel zorg kleedt, hoeveel te meer zal hij jullie kleden? Oh, wat hebben jullie weinig geloof. Geef ons dan meer geloof. Als je geloof zo groot zou zijn als een mosterdzaadje en je zou zeggen tegen deze moerbeiboom, plant jezelf met wortel en al in de zee, hij zou je gehoorzamen. Verleiding tot zonde zal zeker komen. Maar wee degene die daarvoor verantwoordelijk is. Het zou voor hem beter zijn als hij met een molensteen om zijn nek in de zee werd gegooid, dan dat hij één kind tot zonde aanzet. Waarmee zal ik het koninkrijk van God vergelijken? Het is als een klein mosterdzaadje dat iemand zaait in zijn tuin. De plant groeit uit tot een enorme struik en de vogels maken hun nesten in de takken. Ik heb geen idee waar hij het over heeft. Waarom eten en drinken jullie met belastinginners en andere zondaars? Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar alleen zij die ziek zijn. Ik ben hier niet om met zichzelf ingenomen mensen te veranderen, maar zondaar. Vertel nog eens over het koninkrijk. Ik wil er meer over weten. Wees niet bang, kleine schaapskudde. Want jullie hemelse vader wil jullie het koninkrijk geven. Verkoop je bezittingen. Geef het geld aan de armen. Ga naar de hemelse bank die nooit failliet kan gaan. En zorg dat je een schat in de hemel verzamelt. Waar geen dief bij kan komen. En geen mot hem kan aanvreten. Want je hart is altijd daar waar je schat is. Vrouw, je bent van je ziekte verlost. Kijk, ze is genezen. Inderdaad, ze is genezen. Een wonder. Ongelooflijk. Prijs de Heer. Oh, 18 jaar. God zegen u, Rabbi. Een week heeft 6 dagen om te werken. Kom op een van die dagen voor genezing. Maar je komt niet op de Sabbat. Jullie huichelaars. Iedereen maakt zijn os of ezel los, leidt hem uit de stal en geeft hem te drinken op Sabbat. Nu is hier een dochter van Abraham. Satan hield haar 18 jaar lang gebonden. En zij mag niet bevrijd worden op de Sabbat?
meester. Wat zou ik moeten doen om eeuwig leven te krijgen? Waarom noem je mij goed? Niemand is goed, alleen God. Je kent de geboden. Pleeg geen overspel. Pleeg geen moord, steel niet, beschuldig niemand vals. Eer je vader en moeder. Maar sinds mijn jeugd heb ik me aan deze geboden gehouden. Er is nog één ding dat je moet doen. Verkoop alles wat je hebt, geef het geld aan de armen. En je krijgt een schat in de hemel. En kom dan en volg mij. Maar wij zijn kooplieden. En rijk ook. Wat is het moeilijk voor rijken om Gods koninkrijk in te gaan? Het is makkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te kruipen dan voor een rijke om Gods koninkrijk in te gaan. Wie kan dan worden gered? Wat onmogelijk is voor een mens, is mogelijk bij God. Wanneer precies komt het, Gods koninkrijk? Het koninkrijk van God komt niet zo dat je het kunt aanwijzen. Niemand kan zeggen, kijk, daar is het, of hier is het. Want het koninkrijk van God is in je. De tijd komt dat je verlangt een van de dagen van de Mensenzoon te zien, maar je zult het niet zien. Zoals een bliksemflits de hemel verlicht, zo zal het ook zijn op de dag dat de Zoon des Mensen verschijnt. Maar eerst moet hij veel lijden en door deze generatie afgewezen worden. Nog eerder zullen de hemel en de aarde vergaan dan dat er ook maar één detail van de wet zou wegvallen. Veel profeten en koningen begeerden te zien wat jullie zien. Ze kregen het niet te zien. En te horen wat jullie horen, ze hoorden het niet. Wat kunnen we doen? Wat zegt het woord? Wat is echt belangrijk? Houd van de Heer je God met heel je hart, met heel je ziel, met al je kracht, met heel je verstand. En houd van je naaste als van jezelf. Precies. Doe dat en je zult leven. Wie is mijn naaste? Nou, niet die soldaten. En Caesar dan, hè? Hoe zit het met Caesar? Er was eens een man die van Jeruzalem naar Jericho reisde. Toen rovers hem overvielen, beroofden en sloegen en hem half dood achterliet. Toevallig kwam er een priester lang. Maar toen hij de man zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een leviet lang. Hij keek naar het slachtoffer en liep toen aan de andere kant voorbij. Een Samaritaan kwam ook langs de man. Toen hij hem zag, stroomde zijn hart vol medelijden. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn in zijn wonden en verbond hem. Toen zette hij hem op zijn rijdier en bracht hem naar een herberg waar hij voor hem zorgde. De volgende dag gaf hij 2 zilverstukken aan de herbergier en droeg hem op voor de man te zorgen. Hij zei, als u meer kosten maakt, betaal ik dat als ik weer langskom. Wie van de 3 was nu de naaste van de man die werd overvallen door de rovers? De man die medelijden had. En zo moeten jullie ook doen. Laat de kinderen bij mij komen. Houd ze niet bij me weg. Gods koninkrijk is juist voor hen. Voorwaar, ik verzeker jullie. Iedereen die niet als een kind openstaat om het koninkrijk van God te ontvangen, komt er niet in. Wie een kind welkom heet in mijn naam, verwelkomt mij. En wie mij verwelkomt, heet hem welkom die mij heeft gestuurd. Want wie de minste wil zijn, is pas echt groot. Jezus uit Nazareth komt hier voorbij. Jezus! Jezus,
Zoon van David, heb medelijden met mij. Wat wil je dat ik voor je doe? Ik wil graag weer zien. Zie weer. Je geloof heeft je genezen. Ik kan zien. Ik kan zien. Ik kan zien. Terwijl Jezus op weg was naar Jeruzalem, werd hij gevolgd door massa's mensen. Ze wilden dat hij hen meer zou vertellen over bevrijding en het koninkrijk van God. De mensen begonnen Jezus te erkennen als hun Heer en Meester. Deze man is echt een profeet. Mijn Heer en Meester, red mij. Oh, Heer, red ons! Red ons! Wijs de Heer! Wijs ons de juiste weg, Heer! In Jericho woonde Zacchaeus, een belastinginner die schatrijk was. Hij wilde Jezus graag zien, daarom klom hij in een vijgenboom. Dat is die belastinginner! Kom vlug naar beneden, Zacchaeus. Ik moet vandaag bij jou thuis zijn. Bij mij thuis? Wie wil er nou bij hem thuiskomen? Hoe kent Zacchaeus Jezus nu weer? Ja, dat smaakt goed, hè? Meester, ik geef de helft van mijn bezit aan de armen. En wie ik iets heb afgeperst, die betaal ik 4 keer zoveel terug. Niet te geloven. Een belastinginner die zijn belastinggeld terugbetaalt. Dat is toch niet mogelijk? Vandaag is dit huis gered. Want deze man is ook een zoon van Abraham. Ik kwam om wat verloren is te zoeken en te redden. Luister. We gaan naar Jeruzalem, waar alles wat de profeten schreven over de mensenzoon zal gebeuren. Hij wordt uitgeleverd aan de heidenen. Ze zullen hem bespotten, schaamteloos behandelen en hem bespugen. Hem geeselen en doden. Maar op de derde dag zal hij opstaan. Alhoewel Jezus wist dat hij in Jeruzalem zou worden gedood voor de zonde van de mensen, ging hij toch op weg naar Jeruzalem. Veel mensen waren blij met zijn komst en riepen hem uit tot hun koning. Gebiedt uw leerlingen hun mond te houden. Ik zeg u, als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen beginnen te roepen. De hemel en eer aan de Allerhoogste. Toen
Toen Jezus Jeruzalem zag liggen, begon hij te huilen. Als je toch vandaag had geweten wat nodig is voor jouw vrede, maar nu ben je er blind voor. De tijd komt dat je vijanden je meedogenloos zullen omsingelen en je aan alle kanten zullen insluiten. Binnen je muren zullen ze je vertrappen. Jou en je kinderen. En ze zullen geen enkele steen op de andere laten, omdat je de tijd van Gods komst niet hebt opgemerkt. In de heilige tempel in Jeruzalem werd handel gedreven, in plaats van dat God daar aanbeden werd. De tegenstand onder de politieke en religieuze leiders van het volk groeide, omdat het hele volk Jezus als koning wilde. Wat ik begrijp is dat de meeste mensen hem al als een koning zien. Een koning? Zeker van bedelaars, hoeren en dieven. We hebben dit eerder gezien. Ze komen, stellen hun eisen en gaan. Ze zijn zo vergeten. Wees niet zo blind. Elke dag wordt zijn aanhang groter. Het volk bewondert hem. Ze zien hem als koning. Ik wil jullie hierbij waarschuwen. Als deze man de vrede nog meer gaat bedreigen, dan weet ik jullie te vinden. Misschien heeft hij gelijk. Het wordt tijd dat we hem aanpakken. De aanhang onder de Joden groeide, maar de tegenstand groeide ook. Jezus confronteerde de huichelaars onder de schriftgeleerden en farizeeën steeds meer met hun schijnheiligheid. In de tempel zag Jezus een arme weduwe 2 kopermuntjes in de offerkist gooien. Nou, dat is wel heel weinig. Zo, kun je het missen? Ik zeg u, deze arme weduwe heeft meer gegeven dan iedereen hier. Want al die anderen offeren alleen van hun overvloed. Maar zij, zo arm als ze is, gaf al het geld waarvan ze moet leven. Zeg ons, wie geeft u het recht om deze dingen te zeggen? Wie geeft u die bevoegdheid? Laat mij u een vraag stellen. Doopte Johannes de Doper de mensen in opdracht van God of van mensen? Wat zullen we zeggen? Als wij zeggen van God, dan zal hij zeggen: waarom geloofde u hem dan niet? Maar als we zeggen van mensen, zal het hele volk ons stenigen. Ze zijn overtuigd dat Johannes een profeet was. We weten het antwoord gewoonweg niet. Dan zeg ik u ook niet op grond van welke bevoegdheid ik dit doe. Er was eens een man die een wijngaard aanlegde. Daarna verpachtte hij hem en ging voor lange tijd op reis. Toen het tijd voor de druivenoogst was, zond hij een knecht naar de pachters
om zijn deel van de oogst op te halen. Maar de pachters mishandelden de knecht en gaven hem niets mee. Hij stuurde een andere knecht. Maar de pachters sloegen hem ook. Behandelden hem schaamteloos. Ook hij keerde met lege handen terug. Toen stuurde hij een derde knecht. Ook die werd verwond de wijngaard uitgegooid. Toen zei de eigenaar bij zichzelf: wat moet ik doen? Ik stuur mijn eigen zoon. Voor hem hebben ze zeker respect. Maar toen de pachters hem zagen aankomen, zeiden ze tegen elkaar: dat is de erfgenaam. Laten we hem doden, dan is het land van ons. Hoe liep het af? Ze gooiden hem de wijngaard uit en doden hem. Wat zal de eigenaar van de wijngaard met die pachters doen? Hij komt zelf en doodt die pachters en geeft de wijngaard aan anderen. Waarom zou Gods woord zeggen: de steen die door de bouwlieden afgekeurd werd, werd de allerbelangrijkste steen. Iedereen die over die steen struikelt zal gebroken worden. En als die steen op iemand valt, wordt hij verpletterd tot stof. Meester, we weten dat wat u ons onderwijst waar is. We weten dat u zonder aanzien des persoons spreekt, maar de waarheid spreekt over wat God wil van de mensen. Zeg ons, staat onze wet ons toe de Romeinse keizer belasting te betalen of niet? Pas op, heer, het is een strikvraag. Geef me een zilvermunt. Wiens gezicht en naam staan op deze munt? Caesar! Geef dan aan keizer Caesar wat van Caesar is. En aan God wat aan God toebehoort. Ja, wat heb je daar nog op te zeggen? Het feest van de ongezuurde broden, de dag waarop het paaslam wordt geslacht, kwam dichterbij. Jezus stuurde Petrus en Johannes op pad om het Pesachmaal te bereiden. Ik heb zo verlangd dit Pesachmaal met jullie te delen voor mijn lijdenstijd. Want ik zal dit niet meer eten voordat het zijn volle betekenis heeft gekregen in Gods koninkrijk. Gezegend zijt gij, Heer onze God, koning van het heelal, die de vrucht van de wijnstok heeft geschapen. Neem deze beker en geef hem door. Ik zal niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God is gekomen. Gezegend zijt gij, Heer onze God, koning van het heelal, die het brood voortbrengt uit de aarde. Dit is mijn lichaam voor jullie gegeven. Doe dit om mij te gedenken. Deze beker is het nieuwe verbond bezegeld in mijn bloed, dat voor jullie vergoten wordt. Maar weet, die mij verraden zal, zit hier met mij aan tafel. God heeft bepaald dat de mensen zo moet sterven, maar wee de mens die hem zal verraden. Ben ik het? Dat kan toch niet waar zijn? Over wie ik toch niet, hè, meester? Vraag hem wie je bedoelt. Ik heb het in ieder geval niet gedaan.
De belangrijkste onder jullie moet als de minste zijn. En de leider moet als een dienaar zijn. Wie is belangrijker? Degene die aan tafel eet? Of degene die bedient? Degene die eet aan tafel natuurlijk. Maar ik ben bij jullie als iemand die dient. Jullie zijn in al mijn beproevingen bij mij gebleven. Zoals mijn vader mij voor het koningschap heeft bestemd, bestem ik jullie voor het koningschap. Jullie zullen eten in mijn koninkrijk, aan mijn tafel. En zitten op tronen om recht te spreken over de 12 stammen van Israël. Dus dan is er geen verrader. Simon, luister. Satan heeft geëist jullie allemaal te testen. Hij wil jullie als graan zeven om te zien of jullie geloof echt is. Maar ik heb voor je gebeden, Simon, dat je geloof niet bezwijkt. En als je tot inkeer bent gekomen, moet je je broeder sterken. Heer, als het moet, ga ik met u de gevangenis in. Om met u te sterven. Petrus, de haan zal vandaag niet kraaien voordat jij 3 maal hebt gezegd dat je me niet kent. Ik gaf niks mee toen ik jullie uitzond. Kwamen jullie toen iets tekort? Nee, niets. Nu moet je kijken wat je nodig hebt en dat meenemen. Als je geen zwaard hebt, verkoop je mantel en koop een zwaard. Gods woord zegt, hij zal op 1 lijn gesteld worden met de misdadigers. En wat daar geschreven is over mij, gaat nu gebeuren. Kijk, hier zijn 2 zwaarden, heer. Zo is het genoeg. De raad van oudsten vergaderde om te bespreken hoe ze Jezus uit de weg zouden kunnen ruimen. Toen voer de Satan in Judas Iscariot, een van de 12 leerlingen van Jezus. Met de oudsten zocht hij een goed moment om Jezus uit te leveren. Jezus verliet Jeruzalem om, zoals hij gewend was, te gaan bidden op de Olijfberg. Bid dat jullie niet beproefd worden. Judas Iscariot verraadde Jezus voor slechts 30 zilverstukken. Jezus was op de Olijfberg om te bidden. Hij wist dat het uur van zijn dood snel dichterbij kwam. Vader, als u het wilt, neem deze beker van mij weg. Maar niet mijn wil, maar uw wil moet geschieden. Wat u ook beslist, ik zal me aan uw wil onderwerpen. Uit de hemel kwam een engel om hem kracht te geven. Hij was zo angstig dat zijn zweet in grote druppels als bloed op de grond viel. Waarom slapen jullie? Sta op. En bid dat jullie niet beproefd zullen worden. Ja.
Judas. Verraad je met een kus de zoon van de mensen? Heer, zullen we erop slaan met het zwaard? Vooruit, arresteer hem. Zo is het genoeg. Moest u met zwaarden en knuppels komen alsof ik een bandiet ben? Ik was elke dag in de tempel en u hebt niet eens geprobeerd mij te arresteren. Maar dit is uw uur. Het uur van de macht van de duisternis. Arresteren! Bewaak hem goed. De soldaten namen hem mee naar de binnenplaats en bespotten hem als koning der Joden. Hier is een koningsmantel. Nou, profiteer eens wat er gebeuren gaat. Ga je ons redden, uwe majesteit? Ga je ons verlossen? Ja. Deze man hoort ook bij Jezus. Mens, ik ken hem niet eens. Ik heb ze samen gezien. Nederige dienaars. Zo, en hoe voelt dat om naar iemand op te kijken? Jij bent er ook een van hen, hè? Dat ben ik niet. Geen twijfel mogelijk, die man hoort bij Jezus. En hij komt ook nog eens een keer uit Galilea. Vlieg op, man. Ik zou niet weten waar je het over hebt. Jezus draaide zich om en keek Petrus aan. Toen dacht Petrus aan de woorden die Jezus had gezegd. Voordat de haan vandaag kraait, zul je 3 keer zeggen dat je mij niet kent. Heer, ik smeek u. Doe wat u goed doet naar de grootheid van uw macht. U, die onze voorvaders vergaf toen zij tegen uw woord zondigden. U, die boos op hen was, maar hen niet vernietigde. Door uw liefde voor hen en uw grote trouw spaarde u hen. Wie sloeg je nou? Voorspel eens. Wie gaat je nu slaan? Hou op. Houd daarmee op. Breng hem voor de raad. Vooruit.
De religieuze leiders van het volk waren bij elkaar gekomen om Jezus te ondervragen. Zeg ons, bent u de Messias? Als ik het zeg, gelooft u mij toch niet? En als ik u een vraag stel, antwoordt u me niet. Maar vanaf nu zal de mensenzoon zitten aan de rechterhand van de Almachtige God. U bent dus de Zoon van God? U zegt wie ik ben. Wie geeft hem het recht dat te zeggen? We hebben allemaal kunnen horen wat hij heeft gezegd. We brengen hem naar Pilatus. Ja, dat denkt u wel niet. Meekomen. Ze leidden hem voor aan Pilatus, de wreedste van alle Romeinse gouverneurs, die alleen al verantwoordelijk was voor duizenden kruisigingen. En wat moeten jullie hier, zo vroeg in de morgen? Deze man hier misleidt ons volk. Hij heeft een oproer veroorzaakt op het tempelplein. Wat moet zijn straf worden? Oordeel hem. Ik zie geen enkele reden om deze man te veroordelen. Hij is schuldig. Hij zegt dat we geen belasting aan de keizer moeten betalen. Hij zegt dat hij de Messias is, een koning. Een koning? Bent u de koning van de Joden? Dat is wat u zegt. Hij is begonnen in Galilea en nu is hij hier naartoe gekomen. In Galilea? Is deze man een Galileër? In dat geval moet Herodes het maar afhandelen. Herodes is toch in Jeruzalem? Breng hem naar Herodes. Wie ben jij eigenlijk? En wie zijn die discipelen van jou? Er wordt gezegd dat je wonderen kunt verrichten. Laat me er eens eentje zien. Mijn heer, weet u, hij misleidt hier iedereen. Hij noemt zichzelf de koning. Deze man? Een koning? Uwe majesteit. Zorg dat je hem niet mist. Stuur hem terug naar Pilatus. Er is zijn provincie.
Deze man deed niets waarop de doodstraf zou kunnen staan. Dus ik laat hem gezelen en ik laat hem vrij. U heeft zich verplicht voor dit feest één gevangene vrij te laten. Weet u nog? Geef vrijheid terug aan Barabbas. Ja. Barabbas. En weg met deze man. Laat Barabbas vrij. Ze bleven schreeuwen dat Jezus gekruisigd moest worden. Pilatus gaf toe en sprak het doodsoordeel over Jezus uit. Hij liet op hun verzoek Barabbas vrij, een man die voor oproer en moord gevangen zat, en leverde Jezus aan hen uit om te worden gekruisigd. Opzij! Weg jullie! Opzij! Uit de buurt! Weg! Opzij! Uit de weg! Jij daar, blijf van hem af! Opzij, zeg ik! Wegwezen! Jij daar, uit de weg! Opzij, zeg ik! Opstaan, opstaan! Weg daar! Weg. Jij daar! Hoe heet je? Simon van Cyrene, meneer. Kom met me mee. Snijd die touwen door. Naar dat kruis. Vooruit, lopen. Uit de weg! We hebben zo verdriet om u, heer. Hier, drink iets. Drink. Ja, drink, heer. Dochters van Jeruzalem. Huil niet om mij. Maar huil om jezelf en om je kinderen. Want als dit gebeurt met het jonge groene hout, wat zal gebeuren als het hout droog is? O, heer. Mogen God u helpen. Bidden voor u. Hierheen. Vooruit. Doorloop. Sneller. Sneller. Tempo. Nu. Vooruit. Vooruit. Zit op. Sneller. Vooruit. Sneller. Vooruit. Lopen. Ga verder. Vooruit. Doorlopen jij.
Schiet een beetje op. Vader, vergeef hun. Ze weten niet wat ze doen. Hij heeft anderen gered. Laat hem nu zichzelf redden. Ja, red jezelf. Als je echt een Messias bent. Jezus werd gekruisigd tussen twee misdadigers in, zoals de profeten honderden jaren daarvoor hadden voorzegd. Jongens, dit is niet zomaar een gewone mantel, hè? Laten we erom loten. Zo. Dat ding is voor mij. Dat ding is echt voor mij. Ah, yes. Je hebt het alles gelukt. Ga je er nou mee doen? Zeg op, ga je hem weer verloten. Boven zijn hoofd werd een bord gespijkerd met de woorden: Dit is de koning van de Joden. Waarom red je jezelf niet als je de koning van de Joden bent? Ben jij niet de Messias? Red jezelf en ons. Heb jij geen ontzag voor God? Hij kreeg dezelfde straf
als jij. Maar hij heeft niks verkeerds gedaan. Denk aan mij, Jezus, als u in uw koninkrijk komt. Ik beloof je. Vandaag kom je in het paradijs. Met mij. Het was 12:00 middags toen er een zonsverduistering over het hele land kwam, die duurde tot 3:00 in de middag. Scheurde het voorhangsel van de tempel doormidden. Vader. In uw handen. Leg ik mij. Mijn geest. Toen de hoofdofficier zag wat er gebeurd was, loofde hij God en hij zei: Eer aan God. Werkelijk, deze man was een rechtvaardige. Jozef van Arimathea, een rechtvaardig lid van de religieuze raad, had niet ingestemd met het oordeel van Jezus. Hij vroeg Pilatus toestemming om het lichaam van Jezus in een graf te mogen leggen voor het aanbreken van het paasfeest. Hier is de olie en balsem voor het lichaam van onze Heer. Ik help je wel. Maar maak voort. Het is bijna Pasen. Heel vroeg op de eerste dag van de week gingen ze naar het graf. Ze hadden de klaargemaakte geurige olie bij zich. Ze zagen dat de steen voor het graf was weggerold. Toen ze het graf inliepen, zagen ze dat het lichaam van Jezus weg was. Waarom zoeken jullie de levende onder de doden? Hij is hier niet.
Hij is opgestaan. Herinner je wat hij gezegd heeft toen hij bij jullie was in Galilea? De mensenzoon moet worden uitgeleverd aan zondaars, gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. Luister, de steen was weggerold. We gingen naar binnen en het lichaam van Jezus was weg. Wat? Het lichaam van Jezus ja. Weg? Er verschenen twee mannen. Engelen, ze schenen. Als de zon. En ze zeiden tegen ons, waarom zoeken jullie de levende bij de doden? Echt waar. Geloof ons. Geloof ons. We hebben ze gezien. Ga zelf maar kijken. Het graf is leeg. Onze Heer is weg. Petrus, je moet ons geloven. Jezus verscheen aan twee van zijn leerlingen. Opgewonden kwamen ze weer bij de anderen. De Heer is echt opgestaan. Hij is verschenen aan Simon. Wij herkenden hem niet. Toen hij met ons mee. Maar bij het breken van het brood herkenden we hem wel. In Emmaus? Wat raar dat hij daar naartoe gaat. Vrede zij met jullie. Waarom zo onrustig? Waarom komt er nog twijfel in jullie op? Kijk, mijn handen en mijn voeten. Zie dat ik het echt ben. Voel, raak me aan. Een geest heeft geen vlees en beenderen zoals je ziet dat ik heb. Dit is waar ik het over had toen ik nog bij jullie was. Alles wat over mij is geschreven in de wet van Mozes, de profeten en psalmen, moest gebeuren. Dit zegt Gods woord. De Messias zal lijden en uit de dood opstaan op de derde dag. En in zijn naam zullen alle volken de boodschap van bekering en vergeving van zonden horen. Te beginnen in Jeruzalem. Jullie zijn hiervan getuigen. Ik zelf stuur wat mijn vader jullie beloofd heeft. Maar jullie moeten wachten in de stad, tot de kracht van boven op jullie neerdaalt. De Heer zegent en beschermt jullie. Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Daarom ga en onderwijs de volken. Doop hen in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen zich te houden aan alles wat ik jullie heb opgedragen. En weet, ik ben met jullie altijd, tot aan de voleinding van de wereld. Lang geleden schreven de profeten in Gods woord dat God de Messias zou sturen om zondaren te redden en hen te verzoenen met God. Het leven van Jezus laat duidelijk zien dat hij inderdaad deze door God beloofde redder van de wereld is.
de profeet Jesaja schreef: een maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En dat gebeurde. God koos Maria uit, zij was nog maagd, om door zijn kracht zwanger te worden. Uit haar werd Jezus geboren. Het wonder van zijn geboorte, zoals het geschreven is in Gods woord, was Gods teken dat dit kind de Messias was. Hij wordt door God zijn eigen zoon genoemd. Als mensen Jezus zagen, dan zagen ze het karakter en de kracht van God. Hij genas de mensen en vergaf hun zonden en hij beloofde hen een plaats in zijn eeuwig koninkrijk. Jezus offerde zijn leven volkomen vrijwillig en droeg de straf voor alle mensen. Toen werd hij weer levend en liet hij zien dat zijn kracht groter is dan de kracht van de dood. Jezus de Messias zei: "Ik heb de kracht om mijn leven te geven en het weer terug te nemen." Het leven van Jezus kwam precies overeen met wat de profeten hadden geschreven over het leven van de Messias. Het bevestigde: Gods heilig woord is waar en onveranderd. Zoals de profeten verklaren: het woord van God is zuiver. Uw woord is eeuwig, o Heer. Jezus zelf zei: de hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen nooit eindigen. In het begin schiep God Adam en Eva opdat ze gelukkig zouden leven in zijn tegenwoordigheid. Maar ze vertrouwden God niet en waren ongehoorzaam aan zijn opdracht. Hierdoor konden ze niet langer in zijn nabijheid leven. In de Bijbel staat geschreven dat alle mensen hebben gezondigd en het gevolg van zonde is dood. Zondige mensen kunnen niet leven in Gods tegenwoordigheid. Maar zoals God voorzag in een ram om te sterven in de plaats van Abrahams zoon, zo zond God Jezus de Messias om te sterven in de plaats van Adams nakomelingen. Zijn leven, dood en opstanding herstellen de relatie tussen God en alle die hun vertrouwen op hem stellen. Petrus zegt: Jezus is degene over wie alle profeten gesproken hebben. Zij zeiden dat God de zonde vergeeft van iedereen die in hem gelooft. Daarom zullen zij die Jezus volgen ontkomen aan het oordeel om voor altijd met God te leven. Toen Jezus was opgestaan uit de dood, zei hij tegen zijn volgelingen: mensen zullen in mijn naam aan alle volken verkondigen dat God de zonde vergeeft van hen die berouw hebben en terugkeren naar hem. Ook zei Jezus dat hij de Heilige Geest zou sturen om altijd bij zijn volgelingen te zijn, om hen de waarheid te laten zien en kracht te geven Gods weg te gaan. Toen de zondige vrouw spijt had over haar zonde, ging ze Jezus volgen. Jezus zei tegen haar: je zonden zijn je vergeven. Je geloof heeft je gered. Jezus zei ook dat je van God gaat houden als je weet dat hij je zonde heeft vergeven. Jezus de Messias riep de mensen op hem te volgen. Toen de misdadiger aan het kruis in Jezus geloofde en aan Jezus vroeg hem te redden, zei Jezus: vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Zij die een beslissing willen nemen om Jezus te volgen, kunnen bijvoorbeeld dit gebed meebidden. Almachtige God, ik dank u dat u van mij houdt. Ik weet dat ik eigenwijs en ongehoorzaam ben geweest en tegen u heb gezondigd. Heer Jezus, ik heb u nodig. Dank u dat u ook voor mijn zonde aan het kruis stierf en dat u bent opgestaan uit de dood. Ik dank u dat u mijn straf droeg voor de zonde die ik heb begaan. Ik open de deur van mijn leven en aanvaard u als mijn verlosser en Heer. Ik wil u volgen en gehoorzamen. Ik dank u dat u mijn zonde hebt vergeven en de weg voor mij hebt geopend om voor altijd met u te leven. Wilt u mij uw Heilige Geest geven om voor altijd met mij te zijn en mij vanaf nu te leiden? Wilt u mij helpen om zo te veranderen dat ik kom tot het doel waarvoor u mij gemaakt heeft? Ik dank u dat u mij hoort en ik er zeker van mag zijn dat u in mijn leven komt. Amen. Jezus zegt over zijn volgelingen: mijn schapen luisteren naar mijn stem. Ik ken ze en ze volgen mij. De volgelingen van Jezus komen samen met anderen die van hem houden. Ze praten elke dag met hem. Ze lezen aandachtig zijn woorden in de Bijbel. Ze willen zijn voorbeeld volgen en vertellen anderen over hem. Jezus wijst hen de weg en geeft hen kracht door Gods geest die in hun harten woont. Zij houden voor ogen wat Jezus tegen zijn volgelingen zei toen hij terugging naar de hemel.
God heeft mij alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Wees er zeker van dat ik altijd bij je ben, tot aan de voleinding van de wereld.